4 Belgische restaurantmedewerkers laten hun kookpotten een week achter en gaan aan de slag op het chaotische Gemma Elfnaplein in Marrakesh. Wat is dit? Hey, voilà. Hey, het regent gewoon in de fritketel, dat is levensgevaarlijk. Dat weet je dus thuis nooit mee met zoiets. Hè. Cultuur, keuken, werkwijze, echt alles is anders. Dat is mama en baby. Klaas, daar blijf wel. Dan zeker het met mij. Ga ik dacht dat het lacht op lag aan met smel. Oelala! Een wirwar, een warboel. Ik weet niet wat ik, moet zeggen. Ah, ja, moet je. Hoi. Het Belgische restaurantteam is aangekomen in Marrakesh. Twee taxis brengen de Belgen naar hun nieuwe tijdelijke woonplaats. Werken in een moslimcultuur is nieuw voor hen. En ze weten dan ook niet wat te verwachten. Ik hoop dat ik mag werken. Hoezo? Ja, op hetzelfde geld mag ik niet eens in de zaal. Maar een vrouw in de bediening? Ja. Jij moet gesluierd gaan opdienen, denk ik. Die kans zit er. Christophe baat al 14 jaar restaurant Taratata uit, samen met zijn vrouw Dominique. Deze chef-kok ontwikkelde zijn culinaire passie al op heel jonge leeftijd. Ik hield mijn moeder vroeger ook in de keuken. Ze heeft destijds een taverne gehad, ook hier in het Hasseltse. Daar waren soms ook feestjes en zo, en dan stond ik ook mee te helpen in de keuken. En zo is dat gekomen. Zijn vrouw Dominique combineert een druk huishouden met 3 kinderen met het restaurant. Ze staat in voor de boekhouding en runt de zaal op haar eentje. Ik hou van mijn job vooral omdat ik onder de mensen zit. Ik ben een enorm babbelkous, dus ik kan ook echt 10 minuten aan 1 tafel staan. Dat de keuken moet ding, ding, ding blijven bellen van allee, kom door. Ik heb geen horecaopleiding, absoluut niet, maar het zit hier. Ik ben wel een hele precieze. Het moet bij mij allemaal juist zijn. Van die kleine foutjes, daar kan ik mij wel drukker in maken dan dat eigenlijk misschien nodig is. Maar ik denk dat dat ook moet. Je moet voor jezelf de lat hoog leggen. Pas op, dat gaat toch wel. Ik denk een cultuurschok toch wel. Ja, ik weet niet. Ik denk dat wel dat we. Het is sowieso anders dan thuis. Ja, natuurlijk. Thomas is met zijn 21 jaar de jongste van het team. Na zijn stage in Taratata werd hij er de vaste rechterhand van Christophe. Voor hem is koken een kunst. Elk bord die je doorgeeft is zeg maar een handtekening van je eigen. Ze zeggen van ja, ze vonden het mooi, ze vonden het lekker. Hij heeft eigenlijk goed gevoel. Niet te dik, ook niet te dun. Hè. Dus. Ja. Taratata is een echte familiezaak. Want ook Victor, de vader van Christophe, draagt zijn steentje bij. Dagelijks doet hij alle inkopen voor het restaurant. De job van inkopen is heel belangrijk. Je moet weten wat je inkoopt. De kwaliteit, dat is heel voornaam. Dat je niet met oude producten naar hier komt of naar een zaak gaat. Dat kan hier niet. Zo weer moeten slapen, denk ik. Assalamu alaikum. Nice to meet you. Ik ben Barak. Nice to meet you, Thomas. Oké, bienvenue. Hallo. Nice to meet you. Je suis Christophe. Barak. Barak. Bonjour. Ik m'appelle Vic. Barak. Bonjour, Dominique. Enchanté. Barak. Je m'appelle Barak. Enchanté. Bienvenue chez moi. Merci. Bienvenue. C'est très joli ici, hein? Godverdomme. Okay. Ouais. Kijk die zetels. Knap. Ik ga blijven. Niks meer doen voor de rest van de dag. Oké. Zeg ja. Oh là là. Là? C'est bon, ça? Très joli. Merci beaucoup. Merci. On peut rester ici. Hein? Oui. Ouais. Si vous voulez fermer, ouvrir. Là. C'est high-tech. Dat is leek het groot paleis. Ja. Là, vous pouvez refaire. Ja. Pour voir le soleil un peu. Als je hier begint te regelen, kind je zo dat je naar boven gespeurd bent voor het dicht te doen. Dat
En doet hem het ook zo? Alles te langs. Dat denk ik ook, ja. Dat is zo'n madameke fijn op de tut en al wat. En jij wil dingen. Poets, alles te langs. Dat is een Thomas Brengs en Dweil. Ja. Bismillah. Ja. Vanuit. Merci bien. Merci. Santé. Santé. Op een leuke... Monsieur. Santé. Monsieur. À la vôtre. Santé, hè. Santé. Merci. Hij is wel stram. Zo krijgen we hem niet voor elkaar, hè. Marrakesh is met zijn 1,6 miljoen inwoners de derde grootste stad van Marokko. In het oude stadsgedeelte, de Medina, zijn traditionele waarden nog steeds heel belangrijk. In het centrum van de Medina ligt Jemaa El Fna, het grootste marktplein van Afrika. En de nieuwe werkplek van de Belgen. Oh, lala, kijk, kijk, kijk. Oh, kijk die kant. Jemaa El Fna betekent plein des doods. Vroeger vonden hier de executies plaats. Nu is het een toeristische trekpleister en kan je er overdag verhalenvertellers, acrobaten en slangenbezweerders vinden. Maar vanaf 4 uur maken al deze attracties plaats voor iets helemaal anders. Maintenant, on est sur la place Jemaa El Fna. C'est ça la place, le grand restaurant du monde. En plein air. En plein air. C'est comme ça, on apporte les petits restaurants avec les chariots comme ça. Tout il y a là-dedans. Et puis, ça va devenir autre chose après. On l'a étale ici et ça va devenir autre chose. Et tous les jours, ça doit... Tous les jours, on la met et à la fin, on ramasse. Sacré travail. Tu commences à quelle heure? Maintenant, on commence. Jusqu'à 2h du matin. Et après, on ramasse. Vic et Thomas, elles vont travailler avec l'autre restaurant là-bas. La voilà. On est en train de la faire, numéro 44. De tout le monde. 44. Et nous? Et vous, vous allez partir avec moi pour apporter mon restaurant. Okay. Et moi aussi? Et toi aussi, vous allez apporter, vous allez tirer, vous allez faire plein de choses. Het team van restaurant 44, chez Tijani, is al druk bezig met de opbouw. Bonjour, monsieur. Hallo. Moi, Thomas. Bienvenue, dan. Bonjour, moi, je suis Vic. Bienvenue, dan. Merci, bien. Merci. Oui, je fais dans la cuisine. Oh, oui, dan. Votre place ici. Là-bas. Okay. Vous, tu présentes les clients. Tu prends le menu et tu restes ici pour tu entrer les clients à la place. C'est bon? Ok. Voilà. Het restaurant van Mbark moet nog volledig gebouwd worden. Mbark neemt Christophe en Dominique mee naar de stelplaats op het plein. C'est là, on met tout. Oh dear. Tout. Et on a 63 restaurants. 63. Et vous avez combien de chariots comme ça? Trois chariots. Ah, chariot de Tilla, dis-moi. Allez, va les aider. J'en ai un. Attends. Poussez. C'est vraiment lourd. Oui. Et ça, chaque jour? Ah oui. En die weten allemaal waar dat moet staan. Ja. Fais ça où? Ça, c'est ici. Ik zie het toch niet zitten. Waar is dat? Dat is zo... Daar is het. Dat is er nog niet. Ik heb het juist naar hier gerold. Ik weet het niet. Ik ben helemaal overwhelmed. Ik zie het nog altijd niet. Je vois pas. Ça c'est ici pour cuire. Ici on va porter tous les mots et tout ça. Ouais. C'est ongelooflijk, daar staan we verstand op. Bonjour. Op stil eigenlijk. Bonjour. Daar staan we verstand op stil. Dat kun je niet voorstellen. Dat is...
fantastisch. Een wirwar, een warboel. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ah, ja, moet niet. Hoi. Ik weet niet wat ik echt neem. Ja. Het is in één keer voor mij... Ik denk te veel allemaal wat ik zie. Als ik ja, dat opbouwen, afweken, alle dagen op en... Nee, ik weet het niet. Veel tijd om te bekomen heeft Victor niet. Tijani laat hen de gerechten zien. Ça c'est la tête. La tête d'agneau. Tête. Du mamelle. Et ça c'est la sauce. Comme on couille, c'est la spécialité locale. La spécialité locale de Marrakech. Ah, ok. Comme ça, comme ça s'appelle. Comment s'appelle? Ça s'appelle Paolo. 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 La vapeur de la sauce, ça c'est cervelle. Cervelle. Mamelle. Mamelle. Et ça c'est l'agneau, la tête d'agneau. C'est bon? Oui. Voilà. Bien, on a commencé là-bas. Non, descends. Bien. Guys. Do you have like a towel or something? One more. Dat weet je dus thuis nooit meer met zoiets. Trouwens, die hersenen en zo, dat mag sowieso al niet. Ja. Nee, mag dat niet in België. Zoals zij niet snel vis zijn van iets. En de manier waarop hier gewerkt wordt om het zo uit te stallen, ja. Mag bij ons zeker niet. Hè, nee, want dan doet je zaak binnen 3 dagen toe. En dan krijg je een uier. Dat zijn nog weinig zaken. Dat mag bij ons wel verkocht worden, hè. Maar alleen gekookt, zoals op deze manier en in schijven. Dat zijn weinig zaken denk je dat nog verkopen bij ons. Dat zijn die vergeten producten. Dat zijn die vergeten producten, inderdaad. Tijani merkt de verbazing op bij zijn nieuw personeel. Aangezien productkennis alles is, laat hij ze eerst proeven van zijn unieke specialiteit. Is voor jou. Is voor mij. Hé, maar dat is goed zo, manneke. Ja, joh. Alleen dat hij overal met de handen in zit, hè. Maar overal, hè. Die uier is wel een beetje een flauwe kaande windje. De restaurants op Jemaa El Fna hebben een gevarieerd publiek. De lokale bevolking geniet van de traditionele keuken zoals bij Tijani. En toeristen kiezen eerder voor de meer toegankelijke keuken van Mbark, Marokkaanse tagines en barbecue. Nu de keukens volop aan het draaien zijn, mogen de klanten komen. Maar op het plein werken ze niet met reservaties. Klanten, die moet je ronselen. Mohammed legt Victor de kneepjes van het vak uit. Goed tijd, 70. Moin tijd, 60. Een kaart, 35. Een demi-kaart, moyen, 30. Voor een kaart, 15 dirham. Ook dat bouwen, dat betekent mélange. Een peu de tuur, 15 dirham. En de boissons, petite boisson, grande boisson. C'est bon comme ça? Ça va. Amen. Tu sais ce que tu me dis? S'il vous plaît. Soyez les bienvenus, bonsoir. Alors, vous voulez manger quelque chose chez nous? Il y a tous les choix, le meilleur qualité. 40 ans. 40 ans. Il y a 5 pièces garanties, il y a 10 pièces garanties. Mais tu sais, il n'y a pas de garantie. Mais on a dit ça pour les clients pour assurer ici. C'est bon comme ça? On va mettre un peu de show. C'est bien japonais, on m'a dit Kumbawa. Tu sais, ça veut dire Kumbawa? Non. Ça veut dire bonsoir. Atama, ça veut dire la tête du mouton. Atama, ça veut dire la tête. Mato, ça veut dire mouton. Oui. Numiso, ça veut dire la cervelle. Ashi, ça veut dire la viande. Shita, ça veut dire la langue. Ouais, ouais, comme ouais, ça. Terwijl Thomas zich probeert te redden in de keuken, heeft Victor moeite met zijn nieuwe job. Het is niet op mij besteed dat bedelen naar mensen toe om te komen eten. Dat is tegen mijn principe in feite. Ik ben iemand, laat de mensen vrij. Willen ze komen, ze komen. Bij ons marcheert het zo ook niet. Je vais déplacer les tables. Ah oui, pas de problème. Ouais.
Parce que c'est pas à moi pour. On peut parler à Brigitte. Oui, oui, c'est normal. C'est difficile, c'est très difficile pour les gens. Pourquoi pour nous, on a parlé toutes les langues? C'est très difficile, hein? Ouais. Oui, c'est bon. Regarde ça. Je sais te dire. Hein? Tu sais tout maintenant. Voilà. Okay. Kijk naar de hergeli. Hij gaat bidden en ik mag het oplossen. Hij gaat bidden. En ik mag het oplossen. Robert Jalas. Gaat het allemaal zelf doen of wat? Ja, je moet dat hun maar doen. Dat zie ik daar nu niet zitten. Ze. Maar Thomas heeft niet veel keus. Zijn nieuwe collega neemt zijn plaats in en verplicht Thomas door te schuiven naar de plek van de chef. En veel tijd om na te denken heeft Thomas niet. Welcome home, brother. Hello. Hello. How are you? Fine. Ah, shit. Tom, glam, brain. Don't you love it? Spices. It's very good. Het wordt steeds drukker op het plein. Ook het toeristische restaurant van Mbarak draait op volle toeren. Kans fles water en twee bekers. Tuurlijk, een grote massa, hè? Ja. Ik heb een grote bouteille d'eau. Ik kan alleen weg. Attends! Attends! Oké. Pardon, pardon. Pardon, monsieur. Et c'est loin. Ok, ok, ok. Ouais. Alors, donc ici. Donc tout le temps, je lui donne une bouteille chaude et moi... Oui, ok. Merci, monsieur. Regarde, de rien, au revoir. C'est tout? C'est dangereux avec tous les gens ici, non? Ça va bien. Pardon, monsieur, pardon. Ok. Zo, dames, ik heb hard gelopen. Hè. Ik ben niet ver. Helemaal kinder. Voilà. Alsjeblieft, s'il vous plaît, mesdames. Voilà. Hij zat hier. Heb je mij zien lopen? Ja. Ik heb je niet gezien? Jawel. Weet je wat ik ging doen? Drinken halen. Super. Je hebt geen frigo hier, hè? Dat weet ik. Dat is altijd op en aflopen, maar hè? Ginder, helemaal gedrachter, moet ik met een warm fles van hier de ginder een touw gaan halen. Ik kom hier niet buiten, met een vierkante meter kom ik hier. Oh, ik wel. Ook in België blijft Christophe altijd in zijn keuken. Maar de manier van werken en de producten zijn thuis toch helemaal anders. Ik zou dit niet alle dagen willen doen, maar voor zo... Het is wel een belevenis, dus dat is wel plezant, ja. Maar ik denk niet dat ik dit... Dit is mijn ambitie niet. Dus... Maar het is wel fijn. Zeker de sfeer, en dat maakt het eigenlijk wel een beetje. Maar nee, niet om alle dagen te doen. Ik ben
qu'est-ce que j'ai fait? C'est un mix pour le son ici. De combien ça? De combien ça? Pour deux personnes. Une, deux. Deux personnes ici. Ça, c'est une personne. Ah oui, voilà. Ça, c'est plus. Qu'est-ce que je coupe en plus? Non, c'est bon. Ça, c'est pour... Yeah, mais ça, pour deux personnes. Ça, c'est pour une personne. OK. Fais un peu de sauce, non? Sauce? Qu'est-ce que tu dis que la sauce? Elle fait normal, bien. Vandaag moeten Thomas en Christophe helpen bij de voorbereidingen. Samen met de zoon van een bark prepareren ze het vlees in een tangia. De langwerpige aarden potten worden al op deze manier gebruikt sinds de 11e eeuw. Okay, we have to put the meat first, okay? The beef. Yes. You put the first one with the earth. The bones. Yes. And this is a family recipe we're making. Deze stoofpot is bijzonder populair in Marrakesh. Stukken vlees worden samen met geconfijte citroen, olijfolie, look en een kruidenmengeling in de kruik gestopt. De pot wordt dan aan het vuur van een openbare hammam gezet en kan zo verschillende uren langzaam garen. I choose the aluminium one because it's more better, okay? Ja. Yeah. Now we have to take it to cook, okay? Okay. And it's just around the corner? Or? Yeah, it's just near us. It's not so far, okay? Okay. Oh, it smells like it's gemaakt. Dit is de moeder, dit is de moeder. Sorry. Ze zijn ons al bezig in het terrein als we met ons kookpotten door de stad uit. Oh my god. Is it here? Yes, in here. Je kookt het over daar, oké? Ja. Ja, echt lekker. Maar oké, kom, guys, see what I have, what we do there, oké? Okay? You see there we cook the. Ah, ja. There we cook the tangia. And near the fire. Near the fire. To be cooked, yes. To cook it slowly, to be more tasty, oké? Okay? And yeah. The oven is yes. It on all the time? Yes, all the time it will stay there 2-3 hours. Then we come in to take it off. So everyone from the neighborhood comes yes, here to. Okay. Yes. It's all fell, I assume. Okay. We moving in the ground. Yeah. Hey, that's your my crack and make it. Dan de deur dicht, dat ons hier vergeten. Huh? No problem. Crack and make it, dat hier is. Hier is echt als rust warm. Ja, dat die man hier zo kan werken wow. Vandaag. Ja. Je zit hier nu 2-3 uur, hè? Yeah. What is this? This is like. This is the oven. This is the oven and those pipes. What is it? Near here we have the hammam and that is built to have a hot water to can wash for you can take a shower in the hammam. Okay. Ah, okay. Yes. And even that we use it too for cooking the tangia. Yes. Ah, okay. Yes. Hey, but it's really hot in here. Ah, man, ik zijn hier weg. My pants is on fire. Okay. Hey, don't close the door. Fine. Hi. How are you doing? Hello. How are you today? How are you today? Fine and you? It's okay? Yeah. Everything is good? Yeah, everything is good. Business must? Yeah. How are you today? How are you? I'm best? Fine. Yes. So much? Oui, so much, bien? Yeah. Allez, voilà.
En? Klaar? Hè? Klaar? Ah, ik bijna toch. Bonjour, mes copains. How are you? Good. And you? Are you fine? Yes, yes. Glad to be back. Thank you. Victor gaat vandaag zijn zoon helpen in de keuken van een bark. Een openluchtrestaurant heeft zo zijn voordelen, tot het begint te regenen en de servies op volle toeren draait. Amigo. Tu vas encore appeler des gens? Comment? Il pleut. Ouais. Tu vas mettre des gens ici? Je vais faire un truc. Ah, ok. Il y a juste beginnen regenen. En ik vroeg aan die gast, ik zeg, gaat je nog volk aannemen? Ja, tuurlijk, ze gaan iets doen. Ik weet niet wat, ik denk hier, ah voilà, een dak leggen. Die hebben voor alles een oplossing. Zelfs als het regent. Allee, poes, laat maar. Het geïmproviseerde dak houdt de klanten voorlopig droog, maar het keukenteam kan amper nog werken door al rook die blijft hangen. Het is hier wel geschift. Het regent gewoon in de fritketel. Dat is levensgevaarlijk. Ik denk dat je dat thuis niet meemaakt. Die dom die kan niet weg, alles komt, alles staat terug. Hè. Dan moet je met een kartonnetje een beetje waaien. Wel blij zijn onder mijn damkapje thuis. Wel respect voor mijn maat hier. Maar voor iedereen eigenlijk. Die mannen staan hier 7 op 7. Die hebben geen verlof. Tot 2 uur 's nachts elke dag. En dan nog alles afbreken. Respect. Je doet een goed job, hè. Zijn bom. Okay, wake up, guys. Breakfast is ready. Good morning. Good morning, guys. Okay. Good morning. Right. We're coming. Okay. See you. Yes. Thank you. Voilà. There is here honey and there is some oil, some olives, some cookies. Mm. Looks good. Mm. Moet ons echt nog warm, hè? Ja. Hij zit wel chocoladecake dit. Ja, iets moois. Dat weet je niet. Ja. Hij was van een boken. Omdat ik 's morgens niks eet. Aha. Dan kun je toch beter een boken eten in plaats van een schmale cake. Ah ja. Deze is wel lekker, hè, dan mijn boken. Wie zegt dat? Ja, dat is goed, ja. Dat is toch cool, hè? Ja. Vandaag moeten de chefs helpen met de voorbereidingen bij Tijani. De schapenkopen worden al vroeg op de dag onder handen genomen. Alors, prends les têtes. Deux ici. Un chacun. Un pour vous et un pour l'autre. Voilà. De haren en alles hangen ermee aan. Kijk hier. Ah, 10 minuten is een stukje groter. Dat is mama en baby. Wegen de oortjes. Die hersenen daar nog in zitten? Hier zit de lucht in.
Ik ga niet te hard aan breken. Ja, dat is eigenlijk de oogstjes. Ja. Ja, die gaan er gewoon mee aan in. Dat eet je gewoon mee op. Delicatessen. Ja. Kijk, zijn pootjes. Och, warm. Qu'est-ce qu'on fait? On a bien... Nettoyé. Non, pas nettoyé. This is déjà nettoyé, ouais. Mais maintenant, c'est le temps de le feu. Pour... Ah oui, pour les cheveux. Hein? Ouais. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Ze groeien. Allee, ja, hij gaat stinken, man. Ja, dat denk ik ook. Merci. Ah. Voilà. Zou je dat nog weten doen, hè, met varkens? Ze zien al in slagstallen dan ook zo. Ja, PT. Helemaal, helemaal afgebrand. Breng je neus maar dicht. Kom nog mee. Kijk, zijn oogstjes helemaal grijs worden. Lekker. Lavé? Yes. Ouais. Ça va lekker, comme ça? Bien porté, voilà. Hey, dat is wel arbeidsintensief, ja, zo'n beest. Ja, iets anders dan thuis een filetier afkuisen. Dat is ook glibberig, je hebt daar zo geen grip op. Die oren ook, eet ze ook op. Dat weet je niet. Les oreilles aussi? Hey, tout. Tout. Les dents aussi. Met. Les dents aussi. Tandpasta halen. Très bon. Voilà, la bouche. De tandjes poetsen. Ja, die moet je schoon blinken als ze hem zo tentoonstelt. Hè. Zit hem lachen. Ik vind het fijn. Ja, yeah, for smile good, hè? Dat moet ik thuis morgens ook elke dag doen. De tanden van de kindjes navegen. Voor ze naar school gaan. Bye, kom. Zeg, kom, kom c'est bon? Toch wel wat raar. Je ziet effectief een kop liggen. Terwijl bij ons in het restaurant heb je een stuk filet of een bout. Dat zei je dus ook tegen Thomas. Ik zeg, dat krijg je bij ons niet verkocht. In ons zaak niet verkocht. Terwijl ik denk, dat gaat super lekker zijn. Maar ik denk bij ons iets heel anders is. Couscous. Hebben ze plaats afgepakt? Ze zijn betrapt hierachter. Wat zijn ze doen? Ze zitten al heel dat zwijs erop. Meen je dat? Ja. Allee, ja. Die zijn echt zo van die wietsigaretten aan het rollen. Hè. Die steken daar zo komen die van die fritzakken roken. En dan zitten die op een hurken daar achterin te kijken waar een andere zit. Maar sympa. Ja, die zijn dus super. Hey, en dat is nou, het schijnt echt waar. Hè. 8 euro voor een avond. Hè. Tel dan uit per uur. Van 4 tot 4 is een 12 uur. 8 deel tot 12 is nog geen euro per uur. Daar heb ik zelfs nog geen poetsvrouw voor. Verdienstenchecks zijn meer dan 8 euro. Voor een uur, hè? Nieuwe en ja, dag. Ja, per uur. In het restaurant van Tijani begint het Thomas steeds beter te lukken. Vandaag mag je op de plaats van de chef staan. Good. Oh, beautifully good you, huh? Yeah, one more. Rafa Waje Wudu. Very good. One more. Little head, little beef, little tongue. You all want a super shot, you. Thank you. Blast that, blah, wadu. دام تي قرض ما تسمع قاعد يك تاخذ تلق تلق ما تسمع زيد تقريضا انت بلاص ضايق الو كاينه ديك تاخ 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 تاخذ تلق ما كايناش جاست مور هير مور ان جاست ليتل ويد بريد ويد بريست يا جود او ام بي كابل يو ها
good work for you, huh? Yeah, it's fine. You are a good menu. Good work, yeah. Good, huh? C'est bon, mais la personne en Belgique, il ne mange pas ça. Non, pas ça. Je dis que vous êtes meilleure personne pour du travail. Ah, ok. Tu passes pas 3 jours, mais tu connais comment tu coupes la tête, tu connais comment tu coupes le cerveau, tu sais comment tu fais. Tu savais la tangia, vous êtes intelligent, vous êtes un bon chef. Hein. Oui, c'est vraiment, vous êtes un bon chef. Merci, merci. Voilà. Tijdens een rustig moment neemt Christophe de tijd om zijn collega's uit te horen over de werkomstandigheden. Pourquoi est-ce que tu travailles 7 sur 7? Et me he's have family, he is living just in country, just here. You say without house, you see just a house is nothing. You say without house, without connections, you say. And that's what I want to say. And before we have family, okay, without house. Ah. Just live without house. Holy family. Mother, father without house. Yeah. That's why him coming for work, for say spend less money, for give the mom and dad for make it house. Supporting the family. Yeah, supporting the family. De laatste werkdag neemt Mbark, Christophe en Victor mee naar de landmarkt net buiten Marrakesh. Hier komen berbers uit de bergen hun producten wekelijks verkopen. Oei, oei. Hier ziet er een bloedbad uit. Ja. Ja. Dat is allemaal vreed als wij hier zijn. Dat is echt, dat zijn barbaren. Hè. Dat zijn de stuiptrekkingen. Ja, dat is zo, when you finish, you die here. Ja. En dan in de water, to take the feathers off. Ja. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik vind het confronterend vooral. Ja, dat is de realiteit, maar wij krijgen dat allemaal mooi verpakt binnen. En dat wordt bij ons allemaal op een fatsoenlijke manier, ook het transport naar de slachthuizen, de verwerkingen, dat wordt allemaal met respect gedaan uiteindelijk. En hier vind ik dat ver te zoeken. Maar ja, way of life. De laatste service van de Belgen is aangebroken. En nog steeds worden ze verrast. In het restaurant van Tijani heeft een klant soep besteld, maar dat staat niet op de kaart. Op Gemma Elfna is dat geen enkel probleem. Mon ami, comment c'est possible qu'on va chercher des soupes et mais chez nous à la carte? Ah oui, c'est pour ça, si on a fait de la carte, la soupe. La soupe marocaine, si on a une cliente, on a besoin de la soupe, on a ramené de le numéro 5, parce que le numéro 5 était le meilleur de la place. C'est bon comme ça, ouais. On compte. Parce qu'il y a des clients, quand je suis bien avec les épinards, qui est avec les soupes, tu vois. S'il vous plaît, bon appétit. Soep. Soep. Je bent gewoon naar een ander restaurant gegaan. Dat is naar hier. Die meisjes die vroegen die soep. Ze staan nog niet op de kaart. Maar voor de een of andere reden serveren ze dat niet. En dan gaan ze die halen op nummer 5. Dus. Ja.
Christophe en Dominique willen tijdens hun laatste avond even de sfeer van het plein opsnuiven. Hun gedreven arbeid is deze week niet onopgemerkt voorbij gegaan. Come with me business for me. No, no, no. I already have a contract. Okay. Can't do any other business. Tomorrow come business. Yeah, tomorrow. Yeah. Okay, I'll do that. Cheers. Good. Okay. Bien travail, tout bien. Ok, allez, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Non, on va regarder ici. Mais là, fais la cuisine avec nous. Mais fais la cuisine avec nous. Mais oui. Alors, Fatima. Ik vind het wel een heel ervaring. Dat wel. Alsjeblieft. De fish. Maar om dat dag in dag uit, jaar in jaar uit. Dat kan ik niet. Nee, dan word ik gek. Pas op, ik pas mij wel aan, hè. Want ik... Ja, maar ik denk op zich dat die mensen ook wel... Ja, daar zit dus geordende chaos, ja. Uiteindelijk. Ja. One brains, please. I come from? I come from Belgium. Belgium? Yeah. Do you like this? Oui, j'aime travailler ici. C'est une autre cuisine. J'ai étudié beaucoup de nouveaux produits. Can I get a grim petit here, man? I've had a grim petit name. What's that? Man, I'm going to go to the Ça, c'est bien. Met Lava. Gelach, gelach, gelach. Alla kassa, ibn Abelak. Oh, lala. What was that? Oh, ja, dat was het. Ja, dat was het. Het is 3 uur 's nachts en de laatste werkdag van de Belgen zit er eindelijk op. Waarom zie ik Thomas nooit zo vrolijk naar huis gaan? Thanks, Albert. Goed, hè? See you in Belgium. Okay. We zijn graag gezien en ik heb ook wel sympathie voor hun. Voor wat ze doen, hè, want ze zijn hier per slot van de rekening ook 12 uur per dag. En dat is met evenveel enthousiasme. Het is een andere mentaliteit, een andere cultuur. En ik vind, ja, ik was aangenaam verrast voor hun. Année prochaine, inshallah. Ça, c'est pour vous. Merci. Merci. Zijn souvenir. Merci. Ik ben wel content van dat ik hier ben geweest. Dus ik heb heel veel nieuwe dingen gezien en bijgeleerd en op andere manieren leren werken. En dat is wel altijd tof om te kunnen doen als kok. Chef, grand chef. Voilà, prochaine, inshallah. Bij ons wordt er op restaurant gegaan, wordt gekeken, wordt met de ogen gegeten en wordt met de smaak gegeten. Hier is het gewoon alleen de smaak die het telt bij manier van spreken. Voilà. Ik vind het miserie hoe zij hier moeten werken. Voilà, hier is het restaurant achter ons. Dat is ongelooflijk, onvoorstelbaar. Maar wat mij echt bijblijft, is de mensen zelf. Ik moet aan de kant. Sorry. Hi. Ja, luister. Ik zit daar op de